hartinfarct minder dodelijk. Huurteams besparen 1,5 ton. Een oranje boven in Heteren. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Het aantal mensen dat na een hartinfarct binnen een maand na opname overlijdt is de afgelopen 25 jaar met 80% gedaald. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van het Erasmus Medisch Centrum. Cardiologen daar onderzochten tussen 1985 en 2008 bijna 15.000 patiënten. Niet alleen het sterftecijfer is spectaculair gedaald, ook zijn de overlevingskansen op lange termijn enorm toegenomen. Ik denk in de eerste plaats is onze behandelmethode aanzienlijk verbeterd. Dus we dotteren iedereen met een hartinfarct en dat deden we vroeger niet. Dat heeft een enorme impact op de sterfte en op de uitkomst van deze patiëntengroep. Dus ik denk dat daar grote verschillen zijn. Bovendien is de manier waarop wij kijken naar hartinfarct ook veranderd. Vroeger deden we dat alleen op basis van een ECG. En tegenwoordig kijken we ook eigenlijk naar biologische markers in het bloed. En die bepalen in belangrijke mate ook of iemand een infarct heeft. Dus de definitie van een infarct is ook aangepast. We moeten altijd wel het onderscheid bij maken tussen een klein en een groot infarct? In wezen is dat niet eens zo relevant, omdat wij elk infarct dotteren. He, dus dat betekent dat wat we vroeger een groot infarct noemden, dat was een groot infarct omdat het uiteindelijk op lange termijn problemen gaf. Nu is een groot infarct weliswaar bij binnenkomst een groot infarct, maar omdat we dotteren is de schade vaak toch weer heel beperkt. Dus daar zit ook een groot stuk van de winst. Dus het grote en kleine infarct ten opzichte van vroeger is niet meer, bestaat niet meer. We kijken veel meer naar risico's. Wat gebeurt er met een patiënt als je hem niet goed zou behandelen? En daar is heel veel in veranderd. En we zien dus dat we door een veel agressieve behandeling patiënten ook het beter doen. Onderzoeksleider en cardioloog Jaap Dekkers van het Erasmus MC verwacht dat het sterftecijfer na een hartinfarct de komende jaren nog verder daalt. De snelheid waarmee dit gebeurt zal volgens hem wel afnemen. Nou goed, wij zijn natuurlijk steeds bezig met het verbeteren van onze behandelingen. Het herkennen van patiënten met een infarct, dat is een belangrijke stap erin. Omdat je daarmee iemand gewoon eerder binnenkrijgt. En hoe eerder je iemand behandelt, hoe beter het is. Wat we toch ook wel zien is dat door een betere registratie, we zijn beter gaan registreren. We weten beter wanneer we echt een infarct hebben. Het aantal infarcten in wezen is toegenomen ten opzichte van vroeger. En daarmee ons succes is ook toegenomen. En eigenlijk is een deel van het effect toch ook bereikt door een betere registratie. En niet alleen maar door een betere behandeling. Welke winst valt er binnen cardiologie nog meer te halen de komende jaren? Nou, die winst zit op allerlei gebieden. Hè. Dus ons infarct dat wordt steeds beter. Maar in het begeleiden van mensen met leefstijlveranderingen, daar kunnen we een hoop in halen. Speelt ook de behandeling van hartritmestoornissen. Mensen dotteren. In al dat soort aspecten zit nog heel veel winst te halen. Maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen voor ons, in ieder geval wat betreft het hartinfarct waar we het over hebben, is dat levensstijl en een verbetering van de medicatie. Er zijn nu heel veel nieuwe medicamenten beschikbaar. Dat het verbeteren van de behandeling van patiënten en een betere instelling op medicatie een belangrijke bijdrage gaat vormen aan de verdere daling van de sterfte. NEC-supporters mogen meedenken over het nieuwe thuistenu voor hun club. Creatieve fans kunnen een ontwerp insturen. Een speciale commissie kiest uit de inzendingen 5 ideeën. De voetbalclub stelt wel enkele criteria aan het ontwerp. Het bestaande thuisshirt moet een uitgangspunt zijn. Verder moeten de basiskleuren rood, groen en zwart in gelijke verhouding gehandhaafd blijven. Streepjes of blokjes zijn geen optie. De fans zelf kiezen begin december het winnende ontwerp. De statenfracties van de SP en GroenLinks willen dat de spoorlijn bij Campus Nijmegen wordt aangepakt. Aanleiding is de enorme drukte op de lijn die kant met overvolle treinen en technische problemen. Volgens de twee statenfracties moet het spoor tussen Nijmegen Centraal en station Heijendaal een bovenleiding krijgen. Op die manier kunnen stoptreinen vanuit Arnhem en Zutphen doorrijden richting universiteit. Studenten moeten nu nog in overvolle bussen van het Centraal Station naar de campus. Tijdens de donkere dagen voor kerst zet de politie extra mensen in op koopavonden in de Arnhemse binnenstad. Het najaar betekent vaak meer criminaliteit en diefstal bij ondernemers. Op de donderdagse koopavonden zijn er in het centrum extra agenten te voet of op de mountainbike. En die gaan dan surveilleren. Niet alleen in de hoofdstraten, maar ook in de stegen. Ondernemers zelf kunnen de veiligheid ook helpen vergroten door op donkere, onveilige plekken meer sfeerverlichting aan te brengen. Ondernemers kunnen meer informatie winnen tijdens de Veiligheidsdag. Kleine winkeliers in het Nijmeegse centrum krijgen vrijdag van bewonersgroepen uit de binnenstad 250 sneeuwscheppen overhandigd.
De initiatiefnemers hopen door de uitdeelactie dat ondernemers bij sneeuwval ook de stoep voor hun zaak sneeuwvrij maken. Veeg- en strooiwagens van de Milieudienst DAR kunnen niet dicht genoeg bij de gevels komen. Sneeuw in de winkelstraten leidde afgelopen winter tot veel klachten van het publiek. De gemeente steunt de actie vanuit haar nieuwe gladheidsbestrijdingsbeleid. En het houten uitkijkkonijn in het Nijmeegse Valkhofpark blijft nog een half jaar op zijn plek. De afspraak bij plaatsing in april was dat het kunstwerk tenminste 6 maanden en maximaal 1 jaar in het park zou blijven staan. Wethouder Henk Beerter heeft besloten voor de maximale termijn te kiezen. Binnenkort volgt nog een opknapbeurt. Begin voorjaar 2012 wordt het konijn afgebroken. De inzet van huurteams die in Nijmegen controleren of kamerbewoners niet te veel huur betalen, werpt zijn vrucht af. Tientallen huurders betalen inmiddels flink minder na actie van de huurteams. Via juridische acties wist de huurcommissie menig huisbaas te dwingen de huur alsnog te verlagen. Over de eerste helft van dit jaar is dat al zo'n €150.000, berekend over een kamerhuurperiode van 3 jaar. Ook het aantal intimidaties, treiterijen en bedreigingen door verhuurders is afgenomen. De huurteams zijn vanaf 2009 actief in Nijmegen. In het eerste jaar schakelden zo'n 200 kamerbewoners hun hulp in. De teams werden in het eerste halfjaar van 2011 al door 174 huurders benaderd. Daarbij valt op dat de groep niet-studenten groeit. Huurders die een procedure tegen hun huisbaas starten, braken die voorheen vaak voortijdig af vanwege intimidaties door de verhuurder. Het aantal bedreigingen is inmiddels ook afgenomen. Buiten mij zijn er 6 vrijwilligers die heel veel doen voor de stichting. En wat er gebeurt is dat huurders, soms ook verhuurders, bij ons komen vaak met een vraag. Betaal ik niet te veel huur? Is het onderhoud van mijn woning in orde? Of juist vraag ik niet te veel huur? Wat wij dan doen is al die gegevens opschrijven. Wij maken een afspraak om bij die mensen langs te gaan. De vrijwilligers gaan dan bij die mensen langs. Die bekijken aan de hand van een puntensysteem wat door de overheid is vastgesteld of alles in orde is. Naar aanleiding daarvan kunnen wij dan actie ondernemen als dat nodig is. Soms komt eruit dat alles gewoon netjes in orde is, dat een huisbaas de zaken goed voor elkaar heeft. Soms komt er ook uit dat er inderdaad onderhoud gepleegd moet worden, dat er een te hoge huurprijs betaald moet worden of dat er andere dingen niet in orde zijn. Wat zijn nou de meest voorkomende criteria waarop de huur uiteindelijk verlaagd moet worden? Vaak toch het aantal vierkante meters. Kun je aangeven wat dat nou gemiddeld scheelt op de huurprijs voor een kamerbewoner? Dat scheelt vaak zo'n €65 per maand gemiddeld, althans wat we in dit jaar hebben gemeten. En als we dan de cijfers bekijken, komt het erop neer dat we al bijna 1,5 ton hebben bespaard voor de mensen alleen al in het eerste halfjaar van 2011. Wat voor vormen van intimidatie komen de huurders tegen? Ja, het is heel verschillend. Er zijn huurders die zeggen, verhuurders moet ik zeggen, die zeggen, als jij naar de huurcommissie gaat, dan zorg ik ervoor dat jij niet meer kan koken hier in huis. Dan sluiten we het gas af bijvoorbeeld. Of wat ook gebeurt is dat verhuurders ongewenst langskomen bij de huurders. Dat ze opeens op de stoep staan om verhaal te halen. En afhankelijk van hoe zo'n verhuurder daar staat, kan dat soms heel bedreigend op een huurder overkomen. Zeker als zo'n verhuurder daar niet in zijn eentje staat. De huurteams blijven de komende jaren nog wel op pad? Ja, zeker. Sowieso heeft de gemeente Nijmegen voor de komende jaren de subsidie veiliggesteld. We zijn ook bezig met vragen aan huurders die het eventueel kunnen missen. Om een kleine vrijwillige bijdrage te leveren, dat is uiteraard niet verplicht. We zijn ook voor mensen die geen geld hebben gewoon gratis in te schakelen. Maar op die manier blijven wij nog even doorgaan. Ja hoor. Behandeld worden als een speler van Oranje. Welk voetballend jongetje droomt daar nou niet van? Voor enkele jeugdspelers van SDOO uit Heteren werd die droom woensdag werkelijkheid. Een wedstrijdbespreking in Hoenderlo, een ritje in een oranje spelersbus en voetballen onder leiding van niemand minder dan Oranje bondscoach Bert van Marwijk. ING wil als hoofdsponsor voetbal dichterbij brengen. Een van de pijlers van ons sponsorschap is jeugd. We willen jeugd met meer plezier laten voetballen. Daartoe hebben wij een aantal initiatieven, waaronder Jonge Leeuwen. Jonge Leeuwen is een online platform waar voetbalfans echt hun hart kunnen ophalen. Ze kunnen er games doen, ze kunnen er technieken beter leren. Ze kunnen er interviews lezen of zien van spelers van het Nederlands elftal. En recent is daar iets aan toegevoegd, Teambook.
teamboek is eigenlijk voor je eigen team. Kun je foto's uploaden en verslagen toevoegen, waardoor je echt gewoon interactie krijgt met elkaar. En Heteren had gewoon het mooiste en het beste teamboek. Ze waren zo actief, foto's geüpload en daarom heeft Heteren dit gewonnen. Een leuke middag voor u als sponsor voor het voetbal en met name natuurlijk voor de jongens. Absoluut, ik denk dat dit echt een bewijs is dat wij als ING het voetbal verder willen helpen en Oranje dichterbij willen brengen. Eenmaal terug op hun eigen sportpark Bretagne wachten de D2-pupillen een duel tegen de eigen D3. Onder grote belangstelling van ouders, clubleden en inwoners van Heteren deden de jeugdspelers zichtbaar hun stinkende best. En niet onverdienstelijk, de uitslag was 6-1 voor de jonge leeuwen. Van harte gefeliciteerd, een klinkende 6-1 overwinning. Hoe vond u dat ging? Ja, nou ja, 6-1 zegt al genoeg, hè. Ik bedoel, het kan altijd beter, maar dat is een prima overwinning. Ze hebben in het weekend verloren met 4-3. Dus ze hebben nou 6-1 gewonnen, ze hebben een hoop goed gemaakt. Een goede opsteker. Een goede opsteker, ja. Hoe heeft u ze nou kunnen voorbereiden? Nou, we zijn in Hoenderlo geweest. Daar heb ik wat verteld en daar heeft de coach de wedstrijdbespreking gedaan. En we zijn met z'n allen eigenlijk hierheen gegaan. Een beetje de voorbereiding van het Nederlands elftal nagebootst. Waren ze erg zenuwachtig? Nou, ik denk dat dat wel meeviel. Waren jullie nerveus? Ja. Ja, toch? Ja. Oh, nou, ik had het niet zo het idee, maar het blijkt dus toch zo te zijn, ja. Was het voor u lang geleden dat u pupillen heeft gecoacht? Ja, heel lang, ja. Ja. En hoe beviel dat? Ja, heel leuk. Ik vond het vroeger al leuk en dat is nog steeds leuk. Kinderen helpen en trainen is heel erg leuk. Wat betekent dat nou voor u als bondscoach en als afgevaardigde van de KNVB? Nou goed, het doel van de ING is om die kinderen en het voetbal ook wat dichter bij het Nederlands elftal te brengen. En dat is uitstekend gelukt. Daar doen ze ongelooflijk hun best voor. En daar hoort dit ook bij. Heeft u nog een tip voor ze, zodat ze niet naast hun schoenen gaan lopen naar de 6-1 zegen? Nou ja, je moet nooit naast je schoenen lopen. Er komt altijd weer een volgende wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd was er ook nog een heuse persconferentie met Van Marwijk. De spelertjes konden naar hartelust vragen stellen. Gefeliciteerd, 6-1 overwinning. Ging het goed? Ja, ging heel goed. Ja. Ging prima, ja. Was je nou ook extra zenuwachtig voorafgaand aan de wedstrijd omdat Van Marwijk er was? Nou, ja. Aan de ene kant wel, zeg maar. Toch de beste coach van Nederland zit op de bank. En aan de andere kant, als je helemaal in het spel zit, dan denk je... Dan kan net zo goed een bejaard iemand op de bank zitten, weet je wel. Dan maakt het niet zoveel meer uit. Nee. Wat heeft hij eigenlijk gezegd voorafgaand aan de wedstrijd? Hij heeft gezegd dat we goed in ons spel moesten blijven. En gewoon goed in ons spel moesten blijven, zodat we ons eigen spel speelden. Zodat, stel voor als we 3-0 achterstand kregen, dat we dat dan niet gingen balen of zo, maar gewoon het gingen inhalen. Maar achteraf bleek dat helemaal niet nodig. Nee. En hiervoor zijn jullie ook in Hoenderlo geweest, hè? Waar het grote Oranje zich normaal gesproken voorbereidt. Hoe was dat? Dat was heel erg gaaf. We kregen eerst allemaal deze tenuutjes en daarna kwamen we in een zaal waar anders Oranje ook altijd bespreking doet. Dus dat was wel heel vet. En toen kwam Bert van Marwijk binnen. Dat was ook wel heel gaaf. En ja, een hele gave dag. Zo. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog een keer terugkijken? Surf dan naar de website www.kanaal13.tv. Een treurige circuscomedie. En de Goedheiligman die komt er weer aan straks in Uit TV. Direct na het weer hier op kanaal 13.